Goedemorgen. Het is een beetje. Het is al 7:42. Ik wilde eigenlijk 7:55 beneden staan. Haha, goedemorgen. Het is een nieuwe dag. Het is zaterdag. Ik ben al best wel lang wakker. Vanaf 5:30. Ik heb gewoon lekker zitten chillen in bed. En nu ga ik. Heb ik me gedoucht. Ah, zijn even bijna kijken naar 1. Ja, jammer genoeg is hier geen leuke spiegel. Waar ik mezelf in de lift kan filmen. Oké, ik ga mijn stop, want volgens mij komen er mensen ophalen. 25. Goedemorgen. Ja, dit is niet het mooiste ontbijt. Dit is, maar het zit, dat ziet er ook heel erg gezellig uit. Ja. Maar het is wel lekker. Koolhydraten. Koolhydraten. Oh nee, daar zit, ja, wacht, daar zit gedroogd fruit, hè? Suiker en de thee. Nou, wel koolhydraten. Het ontbijt zit erin. Ik heb toch maar even geswitcht naar een trui. En ik ga ook nog eens mijn winterjas aan doen. We gaan zo meteen naar Brooklyn. Dan gaan we een fietstour en daarna een pasta lunch. Maar vervolgens op de hop-on-hop-off zal het waarschijnlijk weer lekker fris zijn. Ik heb geen zin om het vandaag koud te krijgen. Liever iets te warm dan iets te koud. En we zijn onderweg. We gaan nu naar de metro en dan lekker naar Brooklyn. Ja! Yeah. Het is echt 10 graden kouder dan gisteren. Ja. Dus trui aan, winterjassen aan. Zodat we straks in ieder geval op die bus niet zo koud hebben. Hey. Nee, ik heb nog een extra sjaal mee. Oh, slim! Kom, nou, hoort nu nog open. Niet op. Oh ja, het is heel hoog hier, hè? Hoogteverschillen en zo. Ja. Zijn we nu bij Union Street in Brooklyn en we zijn volgens mij een half uurtje te laat, maar dat weten de mensen bij de fietstocht. Dus we zijn benieuwd. Hier lopen wij morgen en dan lopen we als het goed is daar naartoe. Maar de vraag is of ik hier ook loop. Ik weet niet of de groene lijn ook hier al loopt. Ja, dat weet ik niet. In Brooklyn. Naar een omwegje met de metro. En jezus, wat hier zijn, is al een marathon geweest of zo. We gaan zo meteen lekker fietsen. En het is lekker weer. Het ziet er mooi uit, mensen wel koud. Maar wel fijn om te fietsen. Yes. We've made it. En nu maar hopen dat het niet te heftig gaat zijn, hè, voor de beentjes. Ik heb een fiets uitzoeken en ik heb een veilig voor eentje met handremmen gekozen. Want aangezien ik bijna niet op mijn fiets met een terugtraprem, ben ik bang dat dat fout gaat. Dus, safety first. Ja, safety first. En we gaan kijken wat Brooklyn ons brengt. Let's go! De Rolling Orange Bikes. En ik zit op mijn zwarte. Heel eventjes iets over het fietsen in New York. Oh ja. Want het fietsen in New York is heel anders dan het fietsen bij ons thuis. En het grootste verschil is dat automobilisten hier geen fietsen zijn. Over 2-3 jaar staan er allemaal luxe appartementen en dure kantoorgebouwen. Maar dit gedeelte van dit is Boerum Hill. Thank you.
wat we hier hebben liggen. De Franklin Bridge. Ik weet niet of jullie ook Gossip Girl hebben gekeken. Of zoals mij, minstens drie keer alle seizoenen. Hier woonde Dan. En als jullie zien, daar tussendoor zie je Empire State Building. Dit is gewoon... Ja, nee, je mag wel... Van je achtergrond. Hoi. Oftewel, iedereen die op Instagram een foto plaatst van in Brooklyn, dat is hier. Heel vaak. Ja. We staan nu op de Brooklyn Bridge. En daarachter, even kijken, voor Laura, daar is het vrijheidsbeeld. Dat is Laura. Hey! Er is geen vlog compleet zonder hem heen, dat kent de vlog. Hier moesten we dus toch fietsen. En dat was wel leuk. We zijn aan het bellen, want wij stopten hier wel. Oh, ja, maar daar staat no stopping at any time, hè? We zijn weer in de, bijna terug bij de fietsen. Wat we doen. Wat gaan we eten? Ja, we krijgen wel een salade eten. Oh ja. Low carb. Dressing on the side. Iedereen heeft al eten. Iedereen krijgt parmezaan erop. En dit is... Ik denk dat dit een message is. Yeah. No, I'm just kidding. Grazie. Thank you. De tip is om zo min mogelijk romen en vetten en eiwitten te eten de dag voor de marathon. En wat doet Fon? Fon bestelt een dikke vette tiramisu. Maar er zitten ook koolhydraten in. Heel goed. Ja. Ik ben gewoon even te laat begonnen met filmen, maar je werden net alle toetjes neergezet. Dan dacht je, oh la la. Maar kijk nou, dit is dus een tiramisu, netjes hè. De chocolade gebeuren. En de tartufo. En dan zien we nog een cheesecake. En oh, jongens. Nou, dit was echt een dikke aanrader.
jongens, kijk daar, Lady Liberty. En M.A. Wij zitten dus weer lekker. Maar dat was weer omdat ik weet dat hij bij de tussen geen stap staat. Ja, het is twee keer hetzelfde rondje. Ik ben een beetje stiekem in de bus, want ik was mijn bonnetje vergeten. Maar het is helemaal goed gekomen en ik mocht meekomen. Want ik had een lang verhaal. Maar het is goed gekomen, ik mocht mee op de bus. Ik heb ook een stukken. We zitten nu nog lekker te genieten, onze benen hebben zo rust. Zometeen gaan we boodschappen doen. En dan gaan we lekker op het kamertje allemaal. Beetje rust geven. Maar nu nog genieten van het zonnetje, want die is erg lekker. Op dit moment zijn wij in de Whole Foods. En op zoek naar ontbijt en avond eten we zo meteen. Waarom Whole Foods hier is het enigszins onbewerkt en zo, een beetje healthy en zo. Metalen is ook veel te veel voor. Maar hè, alles voor een goede basis. Oké, dit jongens, dit gaat een rib uit mijn lijf kosten, maar ik heb mijn eten. Nee, dan zijn. Oh, sorry. En dit is vrij. Kamer flink geshopt bij de Whole Foods. Wat heb ik gekocht? Ik heb pannenkoeken gehaald vanmorgen. Daar zitten, of crepes. Niet vergeten, als je in Amerika op zoek bent naar dunne pannenkoeken waar de jam al in zit bij de Whole Foods, vraag naar de crepes. Want als je vraagt naar pancakes, zeg ik zo, nee, die hebben we niet. Om vervolgens dat wij er zelf achter kwamen dat ze ze wel hadden. Tip voor de volgende keer dus. Ik heb ook havermout gehaald, amandelmelk en geroosterde kikkererwten voor morgen na de loop. Die doe ik in mijn tas. En ik heb ook nog eten voor nu gehaald. Ik wist niet waar ik zin in had en ik had geen zin in zoet. En ik ga het nu openmaken en ik hoop dat het er nog steeds prima uitziet. Oké, het Whole Food. Het zal helemaal door elkaar zijn. Ik ben dus naar de saladebar gegaan. En daar kun je dus zelf je eigen salade samenstellen. Het ziet er beter uit dan wat ik dacht. Ik heb genomen, even kijken, hier zit spinazie, pompoen, onderin zit nog zoete aardappel, kikkererwten, quinoa, een beetje roast beef, falafel en onder de falafel hummus en edamame boontjes. Ik ben benieuwd of ik hier genoeg mee aan mijn koolhydraten kom. Maar ik heb ook dus nog pannenkoekjes en ik heb nog koekjes vanuit Nederland meegenomen. Waar lekker wat koolhydraatjes in zitten. Dus dat zal mijn toetje worden. En daarbij heb ik vanmiddag natuurlijk ook al pasta gehad. Dus. Maar dit ziet er toch lekker kleurrijk uit. Jongens, Ik kan niet meer. De falafel was trouwens niet zo heel erg lekker. Dus die laat ik sowieso liggen. En er zat wat koriander in. En ik ben niet echt de allergrootste fan van koriander. Maar deze ga ik nog opeten. En dan vind ik het genoeg geweest voor vanavond. Ik leg wel voor de zekerheid even wat koekjes naast mijn bed. Zodat als ik vannacht wakker word, ik dan meteen even een koekje kan eten. Koekje erbij. En dan moet ik ook nog even mijn spullen klaarleggen. Maar ik heb een beetje uitstelgedrag. Want ik heb zoiets van, als ik niet klaarleg, dan is het ook nog niet zo. Het is nog zo onreal. Het is...